Hey, hier een korte video over mijn werk als dierwetenschapper in de paardenwereld. Want ik denk dat mijn aanpak wel een beetje anders is dan je meestal ziet of dan dat je gewend bent. Dus hier even een korte uitleg. Nou, om te beginnen, ik help paarden met probleemgedrag en ook de mensen erbij. Maar ik help ook heel veel mensen waarvan de paarden eigenlijk geen probleemgedrag vertonen. Mensen die gewoon een betere band met hun paard willen of mensen die op zoek zijn naar een trainingsmethode waarin de stem van het paard gehoord wordt. Ja, dus problemen kunnen we samen oplossen, maar we hoeven niet altijd van een probleem te beginnen. Gewoon samen een leuke training is ook mogelijk. Nou, dan daarnaast is het denk ik goed om te weten dat ik niet kan toveren. Ik heb geen toverstof waarmee ik alle problemen of alle wensen ineens in vervulling kan laten komen. Dus vaak plannen we echt een soort van traject in. Van minimaal een les of 3, 4, waarin je echt een verbetering kan zien. En ja, dat is wel nodig. Je moet er zelf tijd en energie in steken. Dan in de training gebruiken we positieve bekrachtiging. Dus het gedrag wat we vaker willen zien, belonen we. En die beloning kan dan voer zijn. Maar dat hoeft helemaal geen suikerklontje te zijn, hoor. Het kan ook, bij sommige paarden kan het zelfs hooi zijn. Dat je gewoon een plukje hooi geeft. Of ja, een beetje van zijn gewone brokken. Of de vitaminebrok die hij krijgt, dat maakt allemaal niet zoveel uit. Of echt een hele lekkere knuffel. En dat moet dan echt wel een bepaalde knuffel zijn, niet zomaar aaien, maar echt een flinke scratch, zoals we dat noemen. En dan liefst op de schoft of op een andere plek die ze echt lekker vinden. Daarnaast positieve bekrachtiging letten we ook altijd op de emoties van het paard. Dus is het paard wel open voor wat wij vragen of wat we willen? Want soms zie ik paarden die zichzelf gewoon afsluiten en er niet bij zijn. Ja, en dan trainen we niet. We moeten er eerst voor zorgen dat de communicatie open is en dat het paard ook zin heeft om mee te trainen. Dat hangt dan meteen samen met keuzevrijheid. Want wij moeten het leuk vinden, jij en ik, maar het paard natuurlijk ook. Dus zodra het paard aangeeft van nou, ik vind het moeilijk of ik vind het te moeilijk of ik wil graag iets anders doen, dan luisteren we daarnaar. En dit is denk ik ook wel anders dan in de meeste paardentraining. Want het welzijn van het paard staat voor mij eigenlijk altijd bovenaan. En ja, dat maakt het ook heel erg leuk en onvoorspelbaar. Maar het is wel goed om te weten dat het paard dus het tempo bepaalt en het paard bepaalt ook wat we eigenlijk doen en wat we vragen. Die keuzevrijheid zit er dus in. Nou, als laatste standaard onderdeel in mijn training gebruiken we altijd een target. En een target is gewoon een voorwerp, maakt niet uit wat, die ze leren aanraken met bijvoorbeeld de neus. Ik heb daar zelf dan een witte bol voor op een stick, maar je kan ook een pion gebruiken of ja, ieder voorwerp eigenlijk wat geen pijn doet om aan te raken, gebruiken om de training gewoon extra duidelijk te maken. Want vaak zie ik dat paarden graag willen meewerken, maar dat het gewoon niet duidelijk voor ze is. En ja, zo'n target kan daar echt heel veel in helpen. Nou, mocht je hier enthousiast van worden of gewoon nog meer vragen hebben, laat het me gerust weten. En wie weet boeken we binnenkort onze eerste les samen. Doeg!